Het afvalbeleid in Schiedam is veranderd. In februari zijn de oranje clips door Irado al van de plastic kliko's gehaald. Deze week en vorige week werden ook de ondergrondse restafvalcontainers uit het straatbeeld verwijderd. Dat komt omdat de PMD-containers, de kliko's, zijn omgebouwd naar restafvalcontainers. Omdat we in Schiedam geen gebruik meer kunnen maken eigenlijk van een combinatie tussen bron- en nascheiding, is er gekozen voor alleen nascheiding en daardoor zijn dus de kliko's omgebouwd naar restafvalkliko's. Ja. En de volgende stap was dan eigenlijk de ondergrondse containers verwijderen. En dan gaat het om restafvalcontainers. Is het dan zo dat die overbodig worden? Ja, in de laagbouwwijken waar eigenlijk dan niemand meer gebruik maakt van de ondergrondse, maar alleen van de kliko's worden dan de overbodige containers weggehaald. De afgelopen twee weken werden er zo'n 30 containers uit de grond getild. Eerst worden de bakken uitgegraven, vervolgens wordt de elektronica uit de bak gehaald en daarna worden de betonnen bakken uit de grond getild. Die ruimte wordt vervolgens weer opgevuld met iets anders. Dat wordt per locatie bekeken. Ze hebben in samenspraak met de gemeente eigenlijk gekeken van, komen er bomen voor terug, groenperkjes, stukjes trottoir of een parkeerplaats. En dat is dan afhankelijk van wat er was of wat er past in de omgeving. Ja. Maakt dit het afval wegbrengen makkelijker ook misschien? Ja, ergens wel. Want vroeger moest je natuurlijk je restafvalzak wegbrengen. En vooral met bijvoorbeeld luiers of zo kan het best wel zwaar zijn. En nu kan je het gewoon in je kliko aan huis gooien.